Admiraal Craig Stephen Fowler van de Verenigde Staten van Amerika brengt morgen een eendaags werkbezoek aan Suriname. De hooggeplaatste militair is commandant van de US Southern Command. Het bezoek is in het kader van de defensiesamenwerking die Suriname heeft met de VS. Het doel is om de veiligheid in Suriname, maar ook in de regio, te waarborgen. De minister van Defensie, Krishna Kumari Mathura, zegt dat het belangrijk is dat de defensiesamenwerking tussen beide landen geïntensiveerd wordt. Met admiraal Fowler zal vooral gesproken worden over capaciteitsversterking en gezamenlijke trainingen. Minister Mathura zegt dat er vaker werkoverleg zal plaatsvinden.